Ze wisten al dat hij had verloren en toch komt het hard aan. De fans van Bernie Sanders laten hun emotie de vrije loop. De linkse senator roept al zijn aanhangers op om zich nu in te zetten voor de vrouw die hem versloeg. Based on her ideas and her leadership, Hillary Clinton must become the next president of the United States. Maar regelmatig wordt de avond verstoord door zijn aanhangers. Geef niet op, schreeuwen ze. En dat leidt weer tot woede bij andere gedelegeerden. Er wordt hier zelfs boe geroepen als de naam Hillary Clinton valt. De partij is duidelijk niet verenigd. Ach, zeggen de Sanders-fans, laat ons nou even rouwen. We're focusing on unifying the party right now, which is going to be kind of difficult. We need to heal and we need to come together to make sure Donald Trump isn't president. En het is de First Lady die de Democraten weer bijeen weet te krijgen. Don't let anyone ever tell you that this country isn't great. I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters, two beautiful, intelligent black young women, playing with their dogs on the White House lawn. And because of Hillary Clinton, my daughters and all our sons and daughters now take for granted that a woman can be president of the United States. Oud-president Bill Clinton moet dat vanavond zien te evenaren als hij spreekt. Michelle Obama wordt ingezet om Hillary Clinton menselijker te maken. 2/3 van de Amerikanen vertrouwt Hillary niet. En dat beeld moet worden aangepast, willen de Democraten het Witte Huis in handen houden. Erik Mouten, RTL Nieuws, Philadelphia.